Yo, what up YouTube? Welkom bij weer een nieuwe GTA video. Ik ben vandaag weer met Xscribe en er is iemand random gewoon gejoined. Moet er... gezellig. Even kijken hoor. Trailers stelen. Oh, het is best wel een pittig eindje ver. Maar dat houdt ons niet tegen. Dan gaan we gewoon... voertuigje stelen. Yes man, waar is een voertuig? Ja, ze zijn in de haven, dus een beetje lastig. Ach weet je, ik laat mijn auto van komen. Oh, dan gaat hij hem zeker op de brug parkeren. Wie? Wist je dat er trouwens haaien zijn in de campaign? Ik wist het niet. Haaien? Haaien, ja. Ik heb wel eens haaien in multiplayer nooit gezien, maar... gezien. Ik ook niet. Ik wil een keer naar ze op zoek gaan, man. Oké, dat kunnen we wel een keer doen. Maar niet nu, want nu zoeken we naar een auto. Just like Discovery Channel, mate. Just like Discovery Channel, that's right. Discovery Channel. Ik bel vast mijn auto, man. Ja, auto, man. Kijk, dit is een gast. Wat de fuck is deze gast aan het doen, nou? Oh, zo'n chick. Ah. Wiggle, wiggle. Even kijken, hoor. Steal the trailer. Ik ben nog steeds op mijn auto aan het wachten. Jullie zijn al weg? Nee, nog niet. Ah, jammer. Ik heb maar een 2 deurs. Ik moest even de uitgang zoeken naar de... naar, ja, naar de normale weg, zeg maar. Maar jouw auto staat gewoon hier, hè? Waar? Hou op. Achter mij, ik zweer het. Hij staat daar geel met zwart. Ben je nou ophouden? Ben je nou ophouden? Nou ja, een beetje extra exercise kan geen kwaad. Holy fuck, hey, die trein rijdt gewoon tegen deze truck aan. Of die truckchauffeur probeert gewoon tegen die trein aan te rijden. Ik weet niet wat het is, maar... hij wil de zelfmoord plegen. Wie rijdt er in het fucking Turkenbusje? Ik. Oké, man. Heb je die chick gewoon geloest? Ja, die heeft zelf een auto gepakt. Zo had je eigenlijk een blowjob geven, maar ze dacht van nee, man. Dan Nisha. Ik was nog te dicht in de buurt. Oh man. Kijk eens shit. Uit man. Overgaren. Jij bot tegen hetzelfde shit dan als mij. Ja. Satellite Communications is trouwens de missie die we spelen. Oké. Okay. Nee, we horen het. Ik zeg het voor YouTube. Ik zeg het voor ja, YouTube. Ja, dat weet ik, maar... ik dacht, ik kom een beetje mengen. Skype heeft ook een eigen kanaal. Kom bij me gamen. Nee. Ashens, dat is mijn kanaal. Hallo YouTube. English 234. Yeah. Ik vind het zo vet, als je B ingedrukt had als je aan het rijden bent. Ik vind het zo vet dat het tussen die camera switcht. Wow! Wow! What? Maak een zieke stunt. Oké, ik zat eigenlijk gewoon in een slip, maar ja, maakt niet uit, wat a feel. In een slip? Van wie? Ik gaf weer. Eigenlijk een slip van Chukli Hooper. Chukli Hooper. Of van Paul de Leeuw. Nee, ik zat in de slip van die vrouw van die bingo van de van Den Haag, van de Schilderswijk. Die vrouw die bingo's host. Welke? Nummer 45. Jij hebt een kratboodschapper geworden. Ken dat dit? Nee. Je moet kijken, je gaat echt helemaal stuk jongens. Dat, ik adviseer jullie allemaal om dat te zitten. Oh, is dat het programma? Ja, van de Schilders. Ja. Ja, dat is echt leuk. Heb ik nou gezegd, gewoon terugslaan. Ja, het is echt geniaal. Dat komt niet meer, helaas. Ik heb nog opgenomen op video, nee grapje. Is die vrouw nou aan het rijden nog of niet? En volgens mij zit ze gewoon daar te wachten dat wij de missie hebben voltooid zodat ze gratis geld krijgt. Begier, hè? Gewoon weer vrouwen. Een grapje. Ja, de mannen moeten weer al het werk doen. Ja. Wat harde werk. Ik zeg je eerlijk, ik ga deze auto ook verkopen, man. Ik heb hem ooit een keer gekocht, maar hij rijdt echt voor geen zak.
Nee, ik zeg je eerlijk, ik in GTA ben ik eigenlijk veel beter in vliegen, man. Oké. Je weet zelf hoe netjes ik die jet had geparkeerd en dat ik van het parkeerdek afvloog gewoon. Ja, dat is wel waar. Holy fuck, hé. Maar op de een of andere manier is het gewoon nooit mogelijk om met een hele auto aan te komen. Om met een hele auto aan te komen? Ja, een auto die gewoon undamaged is gewoon. Ja, nou ja. Holy shit, dit is fucking moeilijk. Wacht eventjes, want ik ben er nog niet en nog niks gaan doen. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oké. Okay. Ik hoor je niet meer, whatever. Nee, dat komt omdat er een beetje lawaai op de achtergrond is. Dus ik doe het microfoon uit. Maakt helemaal niks uit hoor. Ik weet dat je naar porno kijkt in je vrije tijd. Ja, in mijn vrije tijd, ja. In je vrije tijd. In mijn free tijd. Weg daar. Oh nee, grapje. Niet te ver vooruit rushen, man. Word je levens. Heb ik je nou gezegd, Happy? Heb ik je nou gezegd, hè? Gewoon kijken. Oké, wij zijn echt letterlijk al het werk alleen aan het doen hier. Het is weer een vrachtauto missie, we zijn echt fucking slecht. Oh shit, man. Holy man. Waarom zeg je heilige man? Dat make any sense. Oh, steal the trader. Zijn die gast al dood of niet? Nu pas komt die vrouw eraan. Het is gewoon een man. Ja, man die is een vrouw, weet ik veel. You get the point though. Het is gewoon een man. Een travestietje. Ik wil het hek opklimmen, maar dat kan dus niet. Pak nou maar die trader. Ik ben bijna dood, vriend. Oh, sorry. Ik ga nu dood. Nee. Shit, jongens. Oké. We hebben nog 0 levens, dus we hebben een probleem. Ja, maar je weet één ding, hè. Dat wil ik even zeggen. Ik heb deze missie eerder gespeeld. Die enemies blijven opnieuw spawnen. Waarom? I have no idea. En wat moesten we eraan doen? Feeling hard. Ik ga wel vooruit. Dit is er niet zo'n vervelende truck. Oh, is weer... Oké, jongens, kom voor mij. Met de vlam in... Kom snel. Ik heb jou nodig als koffer. Met de vlam in de pijp rij ik door het Brettendal. Met mijn 40 tonnen diesel. Ver van huis, maar in mijn zas met X-Cribe. Jongens, we hebben die auto's weer genieus. Geniaal geparkeerd. Ingenieus. Ingenious. Ingenious past. Oké, ik ben aan het rijden. Jij koffert, hè? Weet je wat ik zo Ik heb geen koffer. Die vrachtauto's, die containers gaan altijd fucking snel los. Ja, dat is waar. Wat is die andere... Wat is die andere aan het doen? Echt helemaal niks gewoon. Die komt even hier toe rijden. Die straks... ik snap het niet. Met mijn vlam in de pijp. Moeten we even afwisselen om die twee hier, hè? Ja. Rij ik door een Brettendal? Oh my god, oké, okay, we're doing awesome. Ik dacht dat er nog wel enemies zouden komen, maar altijd als ik dat zeg gebeurt het ook gewoon. Nou, nu dus niet. First person jongen, is echt ziek. Ja. Oh yeah, enemies. Oh, oké, wel. Die truck kan gewoon niet sneller gewoon. Ik vind het altijd zo moeilijk om te schieten terwijl we rijden. Nou YouTube, ik ga dit lekker versnellen man. Met rijden. Oké. Want dit is wel 3 mijl wat we moeten afleggen met deze stinktruck. En deze stinktruck is niet zo snel. En hebben we allemaal enemies die ze verschieten de hele tijd. Oh fuck!
Wat gebeurt daar? Nee. Deze truck is echt moeilijk om te controleren, man. Holy moly. Macaroni. Oh yes, loslopende koeien staat er. Pas op voor loslopende koeien. Ik heb nog nooit een koe in GTA gezien. Ik wel, vanmiddag nog. Dat is wel cool op zo'n weg gewoon te zitten. Serieus? Ja, maar waarom zou iemand zijn koe los laten lopen? Het is geen India. Holy cow! GTA? Ja, GTA, zeg ik vanmiddag. Echt helemaal ziek. Een beetje bij weet je dat nou? Een beetje waar Trevor woont, zeg maar. Dat gebied waar we nu rijden. Ja, hier zeg maar. Ergens in de buurt. Maar echt op zo'n landweggetje. Weet je wat kut is? Nou. Als die andere gast, chick, slash, whatever the fuck it is, doodgaat, dan is het gewoon game over. Ja, en die andere doet, ja. We gaan het halen. We moeten deze afleveren trouwens bij Trevor, toch? Trevor Phillips Industries. Ik heb geen idee. Zolang hun niet voor de vlag laten komen. Echt, druk eens één keer op je rem. Druk eens één keer op je rem. Maar hij is tegen je aan. Lekker voor ze. Hier, ze liggen nu allemaal op de grond. Gewoon aanrijden, die teringzooi. I love piss water. You do? Do okay, you? Oké, lekker. En die andere gast rijdt op een motor. Nice. Ja. Die denkt ook, ik kom eindelijk even mengen. Om eindelijk een keertje helpen. Om vervolgens net voor het eind van de missie dood te gaan. Omdat ik op een motor zit en ik word geschoten. En die andere motors rijden achter hem aan. Fuck. Als hij doodgaat zijn we echt de lul, ouwe. Ja, we zijn er bijna. Ja, bijna. Nog iets minder dan een mile, maar dat is toch wel wat. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Kontje krauw. Kontje blauw. Waarom zullen ze omrijden als je hier doorheen kan? Hier, dat scheelt er weer. Ja. Kom op, ik vind het zo spannend, hè. Ik voel dat hij doodgaat net voordat we er zijn. Ik voel het. We zijn er bijna. Oh ja, scheuren hier doorheen. Oh shit. Als er die trailer los gaat, hè. Dan moeten we nog allemaal tijd. Kom op. Dat je dan tegen zo'n berg gaan rijden als het ding omvalt. Ja, dat lijkt me echt lelijk. Daar hebben wij altijd last van. Ja, maar ik ben ook niet gemaakt om in de vrachtauto te rijden. Nee, ik ook niet. Vroeger werd je ook. Hey boy, sla je paga. Trevor, sla je paga. Oh shit. Oh nee. Relax, we zijn er. Ja, yes. We made it. Stranang boy, we made it. Mission passed. Ik ben benieuwd wat we betaald krijgen voor deze submissie. We krijgen zeker een UWV-loontje. Oh, 19.000, is toch wat. Is toch wel goed hoor, nee. Is toch wel goed. Is toch wel goed hoor. Ik lekker biertje drinken hoor. Lekker. Bier en deel dat ze in mijn kont ontvangen.